Welkom bij een nieuwe video. 12 weken geleden zag ik er zo uit en vandaag zie ik er zo uit. En in deze video ga ik jullie precies laten weten wat ik heb gedaan met mijn workouts, om mijn billen te trainen, om mijn benen te trainen, waar ik op let. En eigenlijk wat ervoor heeft gezorgd dat ik deze transformatie heb gemaakt in de afgelopen 3 maanden. Ik heb net een warm-up gedaan op de Stairmaster, meestal 5 tot 10 minuten, tegenwoordig 10 minuten omdat het zo koud is geworden. En nu ga ik wat dynamische stretches doen, die doe ik altijd voor mijn workout. En statische stretches doe ik altijd na mijn workout. Ik ben trouwens een week uit de roulatie geweest, omdat ik ziek was. Ik ben net terug, dus ik ga iets rustiger aandoen vandaag. Want anders heb ik weer een week lang spierpijn en daar heb ik absoluut geen zin in. Ik doe meestal een oefening of 3 tot 5 voor de dynamische stretches. Een paar herhalingen. En ik ga eigenlijk na hoe ik me voel, of er iets is wat tight voelt, of er iets is waarvan ik denk van nou, daar moet ik echt wat meer aandacht aan besteden. En zo niet, dan kan ik redelijk snel door met een workout. Een van de dingen die essentieel zijn voor het groeien van je spieren is ervoor te zorgen dat je progressive overload applied. Dit houdt eigenlijk in dat je steeds meer van je spieren vraagt naarmate de tijd vordert en daardoor forceer je ze eigenlijk om te adapten. Dus wat dit eigenlijk inhoudt is, als ik altijd maar hetzelfde blijf doen in de gym en ik doe altijd maar 3 sets van 12 reps met 10 kilo van iets, op een gegeven moment kunnen mijn spieren dat aan. En als ik dat dan blijf doen, dan hebben ze dus geen reden om zich meer aan te passen. Want ze kunnen het gewoon aan. Dus waarom zouden ze zich moeten aanpassen? En als je dus wil dat je spieren zich blijven aanpassen, als je wil groeien, moet je er dus voor zorgen dat je steeds meer van je spieren vraagt. Wat hier enorm bij helpt, is het volgen van een workoutprogramma. Want als jij een trainingsprogramma volgt, dan weet je dus precies hoeveel sets je deed, hoeveel herhalingen je deed, welk gewicht je gebruikte, welke oefeningen je deed en in welke volgorde. Dus je houdt heel veel variabelen constant, waardoor je dus precies weet van oké, als ik dus inderdaad mijn gewicht verhoog, dan vraag ik dus meer van mijn spieren deze week dan dat ik deed vorige week. En daardoor forceer ik ze om zich aan te passen. Ik heb zelf de afgelopen 12 weken mijn Next Level Guide gedaan. Die kun je krijgen op mijn website. Het is een 12 weken programma met een focus op je onderlichaam. En echt waar, love het programma. Iedereen die hem doet is obsessed, maar hij is absoluut voor intermediate tot advanced mensen. Als je een beginner bent, zou ik je niet aanraden om dit programma te doen. Ik begin vandaag met de Bulgarian Split Squat en de volgorde waarin je oefeningen uitvoert is belangrijk. Want bij de eerste oefening heb je de meeste energie. Dus ik raad je ook aan om met een compound exercise te beginnen. Dus een oefening waarbij je eigenlijk meerdere spieren target, waarbij je meerdere spieren hit of gebruikt. En om je isolatieoefeningen of je accessoireoefeningen te bewaren tot het einde van je workout. Je kunt de Bulgarian Split Squat op een aantal manieren uitvoeren. Vandaag wil ik liever mijn billen targeten in plaats van mijn bovenbeen. Dus wat ik doe is, ik steek mijn been uit. Dit is waar ik mijn working leg neerzet. Ik schuif mijn gewicht naar voren en dan kan ik mijn achterste been iets verhogen. Hoe lager je hem doet, hoe makkelijker het is. Dus ik vind vaak eigenlijk de bench net iets te hoog. Maar hier staan de dumbbells, dus vandaar dat ik mezelf hier heb neergezet. Wat ik dan vervolgens ga doen is, ik pak 1 of 2 dumbbells, wat je zelf wil. En dan zorg ik ervoor dat ik iets naar voren leun. En dan mijn bovenlichaam ook lok in deze positie. En dan heb ik echt die stretch in mijn bil hier. En dan target ik mijn bil, wat dus inhoudt dat ik echt mijn glutes gebruik om mezelf naar boven te bewegen. Op deze manier. Als ik iets meer een quad focus wil hebben, dus dat ik iets meer mijn bovenbeen target, wat ik dan doe is, ik zet mijn been iets naar binnen en ik zorg ervoor dat mijn bovenlichaam omhoog blijft. En hierdoor, als ik me dan op en neer beweeg, gebruik ik meer mijn bovenbeen dan mijn glute.
Je hebt eigenlijk verschillende soorten oefeningen wanneer je je glutes wilt targeten. Je hebt oefeningen die namelijk zwaarder zijn op het moment dat je glutes aangespannen zijn. En je hebt oefeningen die zwaarder zijn op het moment dat je glutes gestretched zijn. En wat je eigenlijk wil, is dat je beide soort oefeningen in je workouts verwerkt. Een voorbeeld van een oefening die zwaarder is wanneer je bilspieren aangespannen zijn, is de glute bridge of de hip thrust. Voorbeelden van oefeningen die zwaarder zijn op het moment dat je glutes gestretched zijn, is de Bulgarian split squat die ik net deed, maar eigenlijk elke squat variatie en elke lunge variatie. Oefeningen die zwaarder zijn wanneer je bilspieren aangespannen zijn, die hebben een bias naar de upper division van je glute. Dat houdt dus eigenlijk in dat je daarmee net iets meer op de bovenkant van je bil focust. Dus als dat een area is die je graag wil groeien of wil targeten, zorg er dan voor dat je bijvoorbeeld met een oefening als de hip thrust begint, zodat je daar dus je meeste energie aan kan wijden en er ook voor kan zorgen dat je dus inderdaad naarmate de tijd vordert meer van je spieren vraagt, progressive overload toepast en daardoor dus ook die area kan groeien. De volgende oefening die ik ga doen is een RDL. En een RDL is dus een voorbeeld van een oefening die zwaarder is op het moment dat je bilspieren helemaal gestrekt zijn. Dit is een oefening die dus een bias heeft naar de onderkant van je glute. Dus als je dit echt wil trainen en hierop wil focussen, dan kun je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld met zo'n soort oefening te beginnen. Love RDL's. Met een RDL heb je je voeten ongeveer shoulder width apart, dus ongeveer even breed als dat je schouders zijn. Daar zet je je voeten neer. Je houdt de barbel heel dicht bij je benen, ten alle tijden. Ik hou er zelf van om mijn handen iets wijder te plaatsen, maar je kan je handen eigenlijk plaatsen waar je wil, zolang je ze maar aan de buitenkant van je voeten zet. Je kan ervoor kiezen om een mixed grip te doen. Dit vind ik zelf fijn, omdat ik dan net wat sterker ben en ik heb hele zwakke handen. Zorg er wel voor dat je je mixed grip af en toe omdraait, omdat je anders weer imbalances in je rug kan krijgen. Wat je dan eigenlijk gaat doen, is je hebt je knieën niet helemaal gestrekt. Je hebt een kleine buiging in je knieën. Dit zorgt ervoor dat je net iets meer stretch hebt in je hamstrings en in je glutes. En dan zorg je ervoor dat je je heupen eigenlijk naar achter duwt. En dat is wat ervoor zorgt dat de bar gaat zakken. Waar ik dus zelf op let met een RDL is dat mijn range of motion eigenlijk gelimiteerd is. Wat dat inhoudt is dat ik niet helemaal naar beneden ga en niet helemaal recht omhoog ga staan. Maar ik stop eigenlijk op het moment dat ik voel dat de spanning van mijn hamstrings en mijn glutes naar mijn onderrug verschuift. Dat is vaak ongeveer hier. Als je jezelf filmt, dan kan je het ook heel goed zien. Want op een gegeven moment kunnen je heupen niet meer verder naar achter. En dan ga je dus die beweging in je onderrug maken. Dat is niet wat ik wil. Wat ik wil is dat die spanning echt op mijn glutes en op mijn hamstrings blijft. Want dit zorgt ervoor dat je spieren langer under tension zijn. Dus dat de time under tension vergroot wordt. Wat ook belangrijk is als je spieren wilt trainen. Ik zorg er ook voor dat ik niet helemaal omhoog ga staan. Want ook hierbij verschuif ik eigenlijk de spanning weg. Ik zorg dat ik hem ongeveer hier stop. Omdat ik hier echt nog die spanning hier heb zitten. En dan ga ik gewoon weer terug naar beneden. Dus zo ziet eigenlijk mijn beweging eruit. En met alle oefeningen zorg ik ervoor dat ik langzaam ga. Want ook dit zorgt ervoor dat de tijd dat je onder spanning staat vergroot wordt. Veel mensen vergeten eigenlijk dat het moment dat je de bar laat zakken, dat heel erg belangrijk is voor spiergroei. Omdat je daar veel sterker bent. Het is veel makkelijker om zwaarder gewicht te laten zakken dan dat het is om heel zwaar gewicht omhoog te krijgen. Dus zorg ervoor dat je heel langzaam het gewicht laat zakken. En dan mag je best wel wat meer tempo hebben in het omhoog brengen. En dan laat je hem vervolgens weer heel langzaam zakken. Ik ben aangekomen bij de laatste oefening voor vandaag, oefening nummer 4. En dat is ook gelijk
de tip die ik wil meegeven, en dat is: doe niet te veel junk volume. En dat gaat eigenlijk in dat je onwijs veel sets doet en onwijs veel oefeningen doet, omdat je het gevoel hebt dat dat heel erg gaat helpen met het groeien van je spieren. Terwijl je moet je realiseren dat je spieren groeien op het moment dat je rust en dat je genoeg eet om ze daadwerkelijk te laten groeien. En het trainen is eigenlijk alleen maar een manier om een soort van schurkjes te creëren in je spieren die daarna weer opgevuld kunnen worden. Als je heel veel junk volume doet, als je super veel oefeningen doet en veel traint, heeft je lichaam juist heel veel tijd nodig om te recoveren. En daardoor is je frequentie dus lager per week. Na de workout is het belangrijk om wel static stretches te doen. Dus dit zijn echt stretches die je ook vasthoudt voor ongeveer 20 tot 30 seconden. Om weer die flexibiliteit en die mobiliteit terug te krijgen in je lichaam. En dan een andere factor die natuurlijk heel erg belangrijk is. Als je wil groeien, als je wil aankomen, is dat je meer eet dan dat je moet eten om op gewicht te blijven. En dat is ook precies wat ik de afgelopen 12 weken heb gedaan. Ik ben in totaal 3 kilo aangekomen. En dat is de perfecte omgeving voor je lichaam om daadwerkelijk te groeien. Als jij in een energietekort eet, dan is het natuurlijk heel moeilijk voor je lichaam om energie te vinden om daadwerkelijk je spieren te laten groeien, omdat die gewoon niet genoeg energie binnenkrijgt. Terwijl als jij in een energieoverschot eet, dan is er genoeg aanwezig in je lichaam om alles op te vullen, om alles te laten groeien. En daarom ben ik dus ook deze bulking journey gestart. Ik ben zelf echt mega blij met de resultaten die ik de afgelopen 12 weken heb gemaakt, gecreëerd. En daardoor heb ik ook besloten om de komende 12 weken nog meer aan te komen. Dus weer een 12 weken journey aan te gaan. En dan te kijken eigenlijk hoe ver ik het kan schoppen in deze 12 weken. Het is ook de perfecte tijd om te zeggen van goh, ik ga iets meer eten, vind ik zelf. Weet je wel, lekker in de winter. Ik probeer het wel zo clean mogelijk te houden. Dus het is niet dat ik allemaal pepernoten aan het eten ben en weet ik wat allemaal. Maar als je daar meer over wil weten, laat het dan vooral weten. En dan kan ik het in een van mijn volgende video's behandelen. En dan hoop ik dat je deze video leuk vond. Ik moet echt even weer op adem komen nadat ik deze week ziek ben geweest. Echt alleen al door het praten raak ik al helemaal... Het is heftig, maar super bedankt dat je naar deze video hebt gekeken. Ik vond het heel erg leuk. Vergeet je vooral niet om te abonneren. En dan zie ik je in de volgende video.